Dankjewel Bert, de aanvoerder van Barendrecht staat bij mij, Joe Jongman. Ja, grote gedeeltes van deze wedstrijd zijn jullie zeker niet te minderen. Waarom verlies je dan toch? Persoonlijke fouten, denk ik. Als je kijkt bij de eerste goal, er wordt een bal diep gespeeld of gekopt, ik weet niet precies hoe het ging, maar hij valt er net overheen en we stappen verkeerd en hij ligt in het mandje. Ik denk dat bij de 2-0 precies hetzelfde, verliezen we de bal op middenveld slordig. En in de counter maken we gelijk 2-0. Komen we even goed terug. En ik denk dat de derde goal wel, ja, ik denk dat het een overtreding was. Maar goed, scheidsrechter beoordeelt het anders en we krijgen een penalty tegen. Hadden jullie nog hoop bij de 3-1? Want volgens mij was vorige week ook 3-1. Hè? Ja, klopt, tuurlijk. Ja. Maar jouw hoop moet je altijd houden. Alleen, ik denk dat er nu wel iets minder doortastbaarheid was als vorige week. En ik denk dat we toch wel een beetje de handdoek in de ring hebben gegooid. Onverdiend, vind je? Ja, ik weet niet. Je speelt gewoon goed voetbal. Tenminste, goed, redelijk. En dat moet altijd beter, maar we waren zeker niet te minderen. Je noemt het geval de penalty. Heb jij in je hoofd zoiets van, ja, dat is uiteindelijk misschien ook wel het breekpunt geweest? Want anders sta je op één doelpunt, kun je misschien nog met een slotoffensief wel iets forceren? Ja, ik denk als je een overtreding maakt en het is een zuivere penalty, dan heb je er genoegen mee. Maar hij wordt gewoon vol in zijn rug geduwd en ja, hij slaat naar de bal toe omdat hij zijn evenwicht verliest. Ja, hij krijgt geel en een penalty tegen en ja, ik denk dat toen het echt wel het breekpunt was. Jullie stralen heel veel vertrouwen uit, hè? Jullie manier van spelen. Jullie hebben het ook laten zien al voor de winterstop en na de winterstop. Ja, dat krijgt geen knauw door deze nederlaag, denk ik. Nee, tuurlijk niet. Je staat gewoon nog hartstikke goed bij in de top 5 volgens mij. Of in ieder geval bij de eerste 7. En ja, dat is gewoon voor Barendrecht begrip is dat hartstikke goed. En we moeten hier ons zeker niet ons laten nekken of zo door zo'n nederlaag. Ik bedoel, voetballen kunnen we hartstikke goed. En je hebt het vorige week misschien gezien. Dus we zijn ook doortastbaar. En als we dat vasthouden, dan komt het allemaal goed. Dankjewel. Ja, dankjewel.